Drieling in vrachtwagen. Onderdeel van het examen, HAVO 2016, tijdvak 1. Goed, allereerst weer eventjes doorlezen van de opgave. Het werkblad heb ik hier eventjes in het klein erbij gedaan. En dit wordt gevraagd. Lees eerst even de vraag door en schrijf op de gegevens die je noodzakelijk acht. Ja, even op pauze drukken en dan gaan we later door. Als het goed is, heb je opgeschreven dat de frequentie tussen de 2 en de 80 hertz moet liggen, althans wil het schadelijk zijn voor de rug. En gevraagd wordt van, ja, ligt de frequentie tussen die 2 en de 80? Dan kijken we eerst eventjes naar de bijlagen. En hoe bepaal je nou hier de frequentie tussen? Met een trilling ga je altijd een zo groot mogelijk gebied pakken. Dus je gaat niet de trillingstijd bepalen van één trilling. Nee, je gaat de trillingstijd bepalen als je gaat bepalen hoe lang deze hele cyclus duurt. En in 1 seconde, dan zie je dus, het begint hier met een trilling. En dit is 1 trilling. Ja, dit is 2 trillingen. En dan krijg je hier nog een halve erbij en een kwart. Dus je hebt hier 2 3-kwart trillingen in 1 seconde. Oftewel, de frequentie is 2,8 hertz. Want frequentie is het aantal trillingen per seconde. Ja, eigenlijk 2,75 hertz zou je moeten doen. Maar het is in ieder geval duidelijk dat deze frequentie in het gebied ligt tussen de 2 en de 80 hertz. Hoe kon je de punten verdienen? Nou, allereerst bepaal van de trillingstijd. En ik heb hier meteen de frequentie gedaan. Maar als je moest 0,04 seconden zijn, nou, dat moet altijd wel lukken. En tenslotte consequente conclusie. Vergeet dat laatste ook niet, hè. Dat je ook wel één vertelt van, oh ja, en dus het ligt ertussen of niet. In ieder geval er wel dus. Volgende vraag. Ook hier weer even lezen. Wat bedoelen ze hiermee? Nou, kijk ook eventjes van, oh, wat stelt die figuur voor? Nou, en gevraagd wordt, nou, hoe lang mag de chauffeur werken? En met behulp van de figuren, ja, dus je hebt deze twee figuren nodig. En om te bepalen hoe lang mag de chauffeur werken, dan moet je dus eigenlijk hier de tijd aflezen. En daarvoor heb je dus de versnelling nodig. En de versnelling, die haal je uit het VT-diagram. Je moet weten, als je een VT-diagram hebt, kun je daar 2 dingen extra uithalen. Namelijk, het oppervlak onder het VT-diagram is de afgelegde weg. En de steilheid of de helling van het VT-diagram, dat is de versnelling. Oftewel, de versnelling uit het VT-diagram, dan moet je kijken van, waar is het VT-diagram het steilst? En dat is dus in dit punt, ja, of in dit punt maakt natuurlijk niks uit. Je tekent een raaklijn en je maakt er een driehoekje van. En dan krijg je dus dat het driehoekje, nou, delta v, delta t, oftewel versnelling is delta v gedeeld delta t. Nou, een beetje goed aflezen. En dan kom je op 2,9 meter per seconde in kwadraat. Dus de maximale versnelling is 2,9 meter per seconde kwadraat. Dan pak je een andere figuur erbij. Je leest af bij 2,9 meter per seconde kwadraat. Hier. Met 2,9 meter per seconde kwadraat. En je leest af welke tijd daarbij hoort. En dan zie je dus dat het bij 2,5 uur is. Oftewel, hij mag maximaal 2,5 uur werken. De punten. Allereerst die raaklijn. Ja, altijd als er een VT-diagram is, ja, dan kun je daar altijd wel 1 punt mee verdienen. Bepaling van de richtingscoëfficiënt. Ja, oftewel in feite bepalen van de versnelling. 1 punt. En tenslotte, ja, het juist aflezen van de tijd uit de andere figuur. Vervolgens, ja, lees weer eventjes door. Ja. Wat gebeurt hier?
Hier krijg je dus de verhouding tussen A-stoel en A-vrachtwagen, amplitudes. Dus een maximale uitwijking. Je ziet dus dat de amplitude van de stoel, ja, die schiet hier omhoog. Ja, ontzettend veel. En hij gaat hier weer naar beneden toe. Ja, de amplitude van een vrachtwagen. Ja, dus die vrachtwagen gaat over een bobbeltje. En de stoel, ja, die gaat natuurlijk mee bewegen. En soms beweegt hij extreem mee en soms juist niet. Gevraagd wordt, zijn de problemen met deze stoel verholpen vanaf 2 hertz? Ja of nee? Dan zie je dus, hè, in dit deel hier, daar is die verhouding al ontzettend klein. Dat betekent dus dat de amplitude van de stoel ook veel kleiner is. En dat betekent dus dat de problemen inderdaad minder zijn. Hoe kun je hier de punten mee verdienen? Nou kijk, ja, je ziet, het is eigenlijk heel makkelijk verdiend. Ja, inzicht dat je daar inderdaad een hele lage verhouding hebt. En daarna nog zeggen van, oh ja, dus zijn de problemen opgelost. En je hebt alweer 2 punten in de pocket. Vervolgens, weer een stukje tekst met heel veel gegevens. En gevraagd wat de massa van de stoel. Ook hier, schrijf de gegevens op. Dus schrijf op dat het eigen frequentie is 0,5 hertz. De massa van de chauffeur is 90 kilogram. En de veerconstante is, nou, daar staat die, 1,3 keer 10 ter macht 3 newton per meter. En gevraagd wat de massa van de stoel. Even opschrijven, dus echt onder elkaar opschrijven. Ja, lekker overzichtelijk. En gevraagd wordt om de massa van de stoel te berekenen. Nou, het gaat over een massaveersysteem. Massaveersysteem, de frequentie, de eigen frequentie. Ja, ik hoop dat je deze formule in je hoofd hebt zitten. En anders, ja, weet dat die bestaat en weet dat hij ook in Bina staat. Nou, pak eventueel nu Bina's erbij. En zoek even op bij natuurkunde formules van, oh, waar staat deze formule? Grote kans dat door het opzoeken, dat je straks gewoon al deze hele formule in je hoofd hebt staan. Nou, de trillingstijd, frequenties geven, maar ja, trillingstijd is 1 gedeeld door f. Dus de trillingstijd is 2 seconden. En dan vul je alles in. Nou, en het lijkt een ontzettend vervelende formule, maar dat valt best mee. Hoe los je hier dit op? Nou, je gaat eerst links en rechts alles in kwadraat doen, want dan ben je de wortel kwijt. Dus, ja, 2 in kwadraat. Let op, 2 pi, dat is in feite gewoon een getal. Hè? Dat doe je in kwadraat. En de wortel, die verdwijnt vanwege het kwadrateren. En dan ga je dit even omschrijven. Ja, die 39,48 maal m is dan gelijk aan 4 keer die 1,3 keer 10 ter macht 3. Oftewel, de massa is 131,7 kilogram. Maar dit is niet het juiste antwoord. En dan bedoel ik niet met significantie, want het werd niet gevraagd de massa van het hele systeem. Nee, gevraagd werd alleen de massa van de stoel. En die chauffeur zit ook nog in dat hele systeem. Dus de massa van de stoel is die 131,7 min de massa van de chauffeur. En dan kom je op 42 kilogram. En dat is wel de juiste massa, het juiste antwoord. Hoe kon je hier weer de punten verdienen? Wel, kijk, de juiste formule gebruikt. 1 punt. Kijk, je kon ook 1 punt verdienen door inderdaad aan te geven. Oh, let op, de massa van de stoel is de totale massa min die van de chauffeur. En tenslotte completeren van de berekening. He, alle rekenslagen er tussendoor. Ten slotte, de laatste vraag van deze opgave. Nou, lees eerst weer eventjes lekker rustig door. Nou, hij gaat op de stoel zitten en die stoel die zakt veel te veel. En ze willen dus dat die stoel minder ver inzakt. Dat betekent dus dat de veerconstante toe moet nemen. En dat is iets wat je hier eigenlijk uit moet nemen. Ook van, hey, de veerconstante moet toenemen. En de veerconstante haal je uit deze figuur. Oftewel, F
en u. Hoe bereken je veerconstante met behulp van f en u? Veerconstante is f gedeeld door u. Dan kijk je naar de figuur en zie je dus dat lijn b een mooie rechte lijn is. Betekent dus dat daar dat f gedeeld door u constant is. Oftewel, daar is de veerconstante constant. Dus niet de bedoeling, want hij moet toenemen. Lijn a, dan zal de helling afnemen. Dat betekent dus dat c hen ook afneemt. Oftewel, bij lijn c neemt de veerconstante toe. Oftewel, het juiste antwoord is c. Ik kreeg hier trouwens maar één punt voor, dus het correctiemodel heb ik hier maar niet bij gedaan. En dit was de laatste vraag van de opgave.